Tijdens een feestelijke ceremonie op 29 juni bij WLTV huldigde het gemeentebestuur van Waleren de sportkampioenen van 2011. Vorig jaar waren er door inwoners van Waleren, vooral op het gebied van vogelsport en handboogschieten, veel regionale, Brabantse en Nederlandse titels behaald. Daniel De Wit, Guido van den Bos, Javon van Spaandonk, Brent van de Weide, H. van Kruisdijk en Gerda Obbing werden gehuldigd. Ook werden de sportvrouw en sportman van het jaar bekendgemaakt. De sportvrouw van het jaar. Ja, we hebben hier trots. Nee? Ja, het kan niet anders of het komt uit een handboog. Florentina van den Hup. Net echt, hè? Net echt, ja. Ja, wij zijn ook gewoon echt. En dan het sportmerkje. Heer sportman. Groot sportman. Meneer Peters, Ad Peters. Ja, dank je wel. En dat is niet zomaar. Kijk, die is afgetraind, dat kan je zien. Hè. Dat kan je zien. Hè. Ja. Trots op. Mooi, dankjewel. Proficiat. Ja. Oscar. Lang zal ze leven en dat gaan jullie allemaal buitengewoon goed. Santé. De sportmensen.